Hallo? Praten. Ja. Ik heb Edjes vlog vorige week niet gekeken, dus ik moet deze week de presentatie onder dwang doen. Hé, hey, wat gaan we nog doen, hè? Kom praten. Oké. Okay. Ja. Vandaag zie je Edjes vlog. Praten. Je hebt nee. En Bert van Leeuwen. Die jullie laten zien hoe hij was. Nee, doen. We zitten hier, iedereen kent hem wel, met Jeffrey Huff. Ik heb jou aangesproken, want ja, iedereen weet, je hebt suikerziekte. Ja. Maar je hebt pijn en je slaapt slecht, las ik op Facebook. Ja, ze hebben er een paar tenen bij me geamputeerd natuurlijk. Dus en dan hebben de dokters er een handje van om gelijk ook straks de pammetjes en alles wat op pam eindigt. Ja, dat zit dan voor het slapen en tegen de pijn en zo, maar het helpt allemaal niet zo, dus ik lig steeds wakker. En dat is heel vervelend. Maar ja, jij stuurde mij al eerder een berichtje op Facebook over de hasolie. En dan hebben de mensen daar een totaal verkeerd beeld bij, want het heeft een geneeskrachtige werking, toch? Ja, ja, ja. En uiteindelijk had weer een berichtje gezegd, nu ga ik gewoon een edit toe. Ja, toch? Oude water vroeger, en dan ga ik dus even informeren wat het allemaal doet. Ja, nou, ik hoop dat het bij jou ten ieder geval, als je goed slaapt en minder pijn hebt. Maar ja, bij mannen hebben het ook tegen de suiker geholpen. Ja. En als dat bij jou... Dat zou helemaal super zijn. Zeker, ja, zeker. Maar heb ik maar een beetje minder pijn, dan slaap ik zo s'nachts beter. Dan ben ik overdag ook actiever. Als je zelf slecht slaapt, dus ik hoop het. En je laat ons wat horen. Nee, zeker, zeker. Maar hoe gaat het voor de rest? Wat zijn je toekomstplannen, behalve beter worden natuurlijk? Ja, dat beter worden is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, zeker. En dus de voet moet echt helemaal dicht. Want ze gaan ook nog een stukje huid mijn bovenbeen halen. Als ze naar die plek gaan doen op mijn voet. Zodat het nog wat steviger kan worden. En zoals jullie... Maar misschien dat er nog meer mensen zijn die het lastig kunnen maken. Hulp gebruiken, ja toch? Ja, dus helemaal top. Kom bij me goed. Je hoort van ons. Ja toch? Top. Hey, en bedankt, super. En bedankt hè. Ja, ik hoop dat het helpt, jongen. Ik ga het proberen natuurlijk. En ik beloof je dat ik nog keer terugkom om voor de camera aan te tellen. Ja, en als er wat leuks is, dan gaan we wat doen. Gaan ja, we toch? Wat leuks ontstaat. Is goed. Dat is ook beloofd. Okay. Ja. Binnenkort meer is. Is goed. Hoi hoi. Doe je tape goed. Ja. Dat was Jeffrey Huff. Nu gaan we kijken naar Bert van Leeuwen van de EO. Je leert het. Wat is die camera dan?
die is van hem. Omroep Scheveningen. Omroep Scheveningen. En die volgt ons altijd. Met de audio. Wat is dit precies? Het is afval van de arsplant. Ja. Kun je het eten? Ja. Eruit. Je mag het eten hoor, maar... Het ruikt een beetje naar hars. Kijk, maar dat is echt veel. Ja. Dat is heel veel wat je nodig hebt. Is veel? Ja. Wat is de waarde van zo'n flesje? 900 euro, 1000 euro. 900.000 euro. Waarom is dat zo belachelijk duur? Omdat het mensen geneest. Ook dat is de waarde. Kees, laat het spelen zien. Maar Kees, jij betaalt zoveel geld voor zo'n... Nee, ik krijg alles van hun. Waarom? Ik weet niet. Dit is illegaal, maar ik kan het verkopen, we krijgen. Zo. Oktober 2014. Ja? 25 pillen per dag. Tel ze maar uit, dan weet je precies hoeveel pillen ik gebruik. Ik gebruik het. Dus elektronica in mijn lichaam gezet. Ja? Daaroverheen heb ik 15, 14 jaar geleden nog een ongeval gekregen. Toen zijn mijn krukken gebroken. Ja? Ik heb mijn arm op 7 plaatsen gebroken. Ik was al gehandicapt, toen werd ik helemaal gehandicapt. Ja? Daaroverheen kreeg ik heel ernstig suikerziekte en polyneuropathie. Ja? Ik stierf van de pijn. Ja? Mijn kinderen zeggen nu, ja? Want ik heb toevallig mijn zoon gezien. Ja? En ik ben er nog steeds ontroerd van. En ze, hoe gaat het met je vader? Hij zegt, nou, bij mijn vader komt hij nog altijd op bed. En dan moet ik bellen waar hij is. En dat is sinds... Maar wat doe je dan precies? Een druppeltje nemen. En dat wordt mij onthouden. En dat heel veel mensen die zoveel pijn hebben. Ja? En dan belt Ed. Ik ken Ed helemaal niet. Waarom, hoe kennen jullie elkaar dan? Met via internet. Ja, Sony kent iedereen wel. Ja. Maar dus haar vader stelde in zijn huis een kamertje open voor iedereen die een jointje rookte.
Ja. Dat wordt afgeknipt, laat ik maar zo zeggen. En dit is dan zelfs even. Ja, het ziet er nog wat grover uit als afval. Okay, maar hier ziet de THC op. Ja. En die THC die dat heimprocedure waardoor het eraf gaat. Is dat een heimprocedure? Nou, het is een gevaarlijke procedure. Ja. Zo simpel. Dit is heel veel, hè? Levensgevaarlijk. Ja. Nou, kijk, de grootte van een reismetsmogel. Nou, hier, Kees moeder. Kees in medicijnen. Had je al gehad vandaag? Nee. Oh. Neem je meestal 's middags pas? Nee. Nou. Mooi. Ik heb een lef. Zo dadelijk als die mop hebt, zou ik zeggen wat er al gebeurt. Gaat er nog auto rijden daar? Nee. Hè? Nee. Ja? Nee? Jeetje! Jeetje! Kom maar toch helpen! Nee, Samson. Jeetje! Het staat gelijk aan hoeveel jointjes wat ik nu op mijn tong heb gesmeerd. Dat zou ik niet weten. Een stuk waag. Zit dadelijk in te slaan. Doe even mijn handen alleen af. Ja. Die bek van Lingo Luster over van. Anders zit je volgende week weer. Dit was het einde van Edge's vlog. Tot volgende week en dan wel kijken. Wat een scherp dit dus. En dan kom je bij mij. Zo. Kutklus.